welkom allemaal en welkom aan de burgemeester. Die komt speciaal de boutique openen. Bijzonder om te zien hoeveel mensen er inderdaad op deze opening afgekomen zijn. Dat is heel hartverwarmend. Ik liep pas geleden met mijn ouders door het dorp en toen kwam ik met mijn moeder langs de winkel en die sloeg meteen aan. Die zei, oh, jullie hebben een dorkas in het dorp, wat ontzettend leuk. En ik heb gelezen wat een mooi initiatief het is, wat een goed werk er gedaan wordt, ook met tweedehands spullen. Wat natuurlijk sowieso vanuit duurzaamheidsoverweging al heel erg goed is om daar mee bezig te zijn. Maar dat er ook vanuit het geld dat daarmee gegenereerd wordt, dat er ook hele mooie projecten in ontwikkelingslanden en in het buitenland gedaan wordt. Wat natuurlijk een heel erg goed initiatief is en heel trots om zo'n mooie boutique in ons dorp te mogen hebben. Altijd als ik een keten om heb, heb ik een stropdas om. Maar zelf heb ik er niet zo heel veel mee, dus ik vind het wel leuk om door te mogen knippen. Ja. 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 Nou, bij deze. Ja, Kozijn komt mee naar binnen. Kom allemaal mee. De boutique, ja. Hoe is die eigenlijk ontstaan en waarom? Hier in Omstreken, in Capelle, en Omstreken is er eigenlijk nog niet zo'n winkel als deze. Dus we hebben geprobeerd om alle vrijwilligers enthousiast te krijgen. En wat ook ontzettend leuk is, dat er een aantal nieuwe vrijwilligers, ook dankzij de boutique, denk ik, toch wel gekomen zijn. De jongste is 16, ze is er. Nou, ik hoorde dat ze vrijwilligers nodig hadden en ik was aan het kijken en ik dacht, nou, ik ga het gewoon eens proberen. En toen ben ik langs geweest en toen zeiden ze van, nou, jij mag in de boutique gaan staan met een andere vrijwilliger die ik kende. En dat was best wel leuk de eerste keer. En toen dacht ik van, nou, ga ik nog eens gewoon een paar keer proberen. En toen dacht ik van, ja, dit vind ik wel gewoon echt leuk. En dat het vrijwillig is, dat maakt mij niet uit, want dat vind ik juist best wel fijn. Ik bedoel, je helpt en mensen en ik vind het heel erg leuk om te doen. De winkel achter is eigenlijk onze grote kringloopwinkel, waar alle leidingen verkocht worden. Maar ook dames, heren en kinderkleding, maar ook meubels, huishoudelijke artikelen, speelgoed, boeken, allerlei. En de voorkant heeft eigenlijk toch een ander karakter. Dus de bedoeling dat er wat mooiere dameskleding wordt verkocht. Dus vooral merk- en kwaliteitskleding. En we krijgen ontzettend veel leuke reacties. Ook dat er in het dorp zelf en omgeving, dat er toch echt een beetje een speciale, echt een mooie tweedehands winkel is. Ja, Dorkas is een heel mooi initiatief waarbij mensen uit Capelle tweedehands spullen kunnen brengen, die dan Dorkas vervolgens weer verkoopt. Om daar goede dingen mee te doen. Dat snijdt eigenlijk meerdere kanten. Het is een heel mooi initiatief wat je dus in een kernis Capelle zomaar een plek heeft. En daar mogen we heel trots op zijn.